Goedemiddag. Wij staan hier voor de kapel in Berchem van het zorgbedrijf Antwerpen. We nemen u graag mee op deze opening. Goedemiddag. Naast mij staat Sarah Engels, coördinator. Sarah, hoe is dit initiatief van het zorgbedrijf Antwerpen ontstaan? Het is eigenlijk al een aantal jaar geleden ontstaan. De kapel bij woonzorgcentrum Sint Anna hiernaast ons stond al een hele tijd leeg. Er werd eigenlijk niet echt veel meer in georganiseerd. En we ontdekten heel erg dat het is een hele mooie ruimte is, dat het zonde is om die leeg te laten staan. Dus zijn we gaan nadenken van wat kunnen we daarmee doen. En op een bepaald moment zijn we op het idee gekomen, laten we daar een buurtcentrum, een sociocultureel centrum van maken, een theaterzaal. Zijn we verder gaan ontwikkelen en dan een halfjaartje geleden zijn we dat plan echt helemaal gaan uitrollen. En zijn we begonnen met de voorbereidingen van theaterzaal bouwen, programmatie maken, mensen werven. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Ja, vanuit de leegstand eigenlijk. Ja. Mooi. En iedereen laaiend enthousiast? Ja, we zijn eigenlijk op een bepaald moment naar de buurt hier gaan communiceren. Hè, omdat we heel sterk willen dat het een sociocultureel centrum is waar dat de buurt heel erg bij betrokken is. En we merkten dat er hier in de buurt heel veel nood is aan. Omdat er eigenlijk voor de rest niet zo heel veel cultureel aanbod is hier vlakbij. Merkten we dat er heel veel nood en heel veel goesting was om hiermee hun schouders onder te zetten. En dus vanuit de buurt kregen we heel veel enthousiasme. Vanuit de sector ook. Ook vanuit de culturele sector kregen we heel veel enthousiasme. Natuurlijk omdat er op heel veel plaatsen deuren sluiten, omdat er minder geld is. Is het heel dankbaar om nu een deur open te maken en krijgen we daar ook heel fijne reacties van. Ja. Ja. Kan u zeggen dat dit dat u bijna enig bent in een soortgelijk project? De enige hier echt in de nabije buurt van cultureel aanbod. Maar zeker, het is zeker geen uniek concept. Er zijn nog kapellen omgebouwd tot cultureel centrum. Dus het is zeker niet iets helemaal nieuw. Maar het is een hele mooie ruimte, heel unieke ruimte. Vervat ook binnen het centrum van Zorgbedrijf Antwerpen. Dus het fijne is ook dat we op deze manier zowel de bewoners van Zorgbedrijf Antwerpen als de mensen hier uit de buurt met elkaar kunnen verbinden. En dat is eigenlijk iets waar dat we dan wel een stapje zetten in die verbinding tussen die twee. Twee groepen mensen. Ja. U bent coördinator. Waaruit bestaat jouw taak eigenlijk? Eigenlijk uit helemaal van in het begin, toen het idee nog maar heel klein was, tot de uitwerking nu. We zijn met heel veel mensen die al heel veel ervaring hebben in het opbouwen van een cultureel centrum in gesprek gegaan. Allee, of ik ben daarmee in gesprek gegaan samen met collega's. En we zijn heel erg gaan luisteren naar wat moeten we nu wel doen, wat zijn de do's en don'ts. En dan alles uitrollen, met iedereen contact houden, de groepen boeken, de programmatie uitrollen. En dan natuurlijk achter mij staat een heel zorgbedrijf Antwerpen. Heel veel mensen die zich daarmee hebben achtergezet. Want natuurlijk, dat krijg je niet alleen helemaal geregeld. Ja. Ik zou zo zeggen, een druk bezette job. Ja, zeker en vast. Ja, ja. Heel fijn om nu te zien dat het met de opening een heel mooi startpunt krijgt. Ja. Waar staat de kapel eigenlijk voor? U heeft dat eigenlijk al uitgelegd, denk ik. Hè? Ja, wel, de kapel is eigenlijk heel erg de bedoeling om als buurtcentrum te gaan fungeren. We mikken heel sterk en we komen vanuit Zorgbedrijf Antwerpen sterk in seniorenzorg, maar we willen heel sterk naar die buurt ook gaan werken. Naar alle leeftijden de verbinding tussen mensen creëren. Ook de deuren openstellen voor mensen uit de buurt die zelf iets willen organiseren. Zo hebben we ook al een dame hier die hier vlakbij woont die kleiworkshops gaat geven. Dus we zijn heel erg op zoek naar interactie met de buurt. Het openstellen van wat dat we hier hebben gemaakt. Het faciliteren van andere initiatieven ook. Ja. Ja. Ik vind het geweldig. Okay, misschien dat ik later ook hier kom wonen. Ah, heel fijn. Ja, ja. Hartelijk dank, Sarah. Dank je wel. Ja, en hoe zijn jullie begonnen? Wel, we zijn begonnen in 1982 in een oude koelwagen op het Sint-Anna-strand. Met hele beperkte middelen en toen ook al met vrijwilligers.
Mooi. En later toch uitgegroeid, denk ik. Onze tweede studio, dat was eigenlijk een bouwkeet in ijzeren golfplaten. En daarna pas is er een chalet gezet, een tweedehands chalet, helemaal in hout. Ik begrijp dat jullie veel luisteraars hebben. Dat wordt verteld en dat is ook zo. Wij zitten, ik dacht, wat was de laatste cijfers? 52.000 per dag unieke luisteraars. Ja. Dat is veel. Goedemiddag, we staan hier met Ron. Hoe ben jij hier terecht gekomen? Wel, er is mij gevraagd om een beetje advies te geven in verband met programmatie hier. En ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Ik kom namelijk uit deze buurt. Wel, toch vlakbij. Ik kom uit de buurt van Sint-Augustinus en de Epiblokken en zo, daar. En ja, hier Pulhofwijk is ook, ja, het is ook een beetje mijn wijk, hè, van vroeger. Dus ik vind dat fantastisch dat zo'n initiatief hier doorgaat. Oké, super. En wat mogen we vandaag nog verwachten? Al vandaag is natuurlijk een officieel gedeelte met de voorzitter van de ondervoorzitter van het zorgbedrijf dat ons welkom gaat heten. En Marleen Merks heeft zich ook mee achter dit project gezet. Gaat ook eventjes een babbeltje komen doen. En daarna hebben we Trio Jukebox die er denk ik een hele fijne namiddag van gaan maken. Oké, super. En mogen we behalve al deze fijne gasten nog meer bekende Vlamingen ontvangen hier? Ik weet het niet. Ik hoop het. Ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen komen. En ik weet wel dat er al veel belangstelling is. En dat is normaal natuurlijk. Ik bedoel, mensen uit de podiumsector zijn altijd heel blij als er nog een zaaltje open gaat, dat er nog een mogelijkheid is om te kunnen spelen. Dus ja, ik verwacht nog wel mensen. Oké, super. We kijken er alvast naar uit. Oké, Ron. Ik heb gehoord dat je ook veel in Mortsel komt. Waarom precies? Mortsel is hier ook vlakbij, hè? Natuurlijk heb ik daar ook een stukje van mijn hart verloren. En voornamelijk omdat ik daar de laatste jaren al geregeld heb mogen samenwerken met toneelgroep Streven. Ik heb daar heel mooie voorstellingen kunnen maken en het is zo'n fantastische kring van enthousiaste mensen, heel goede acteurs. Ik heb er prachtige voorstellingen gezien. Ja, dat is, daar draag ik toch een stukje van mijn hart mee. Ja. Van Aarschot, dirigent bij de Koninklijke Harmonie de Vriendenkring. Goedemiddag, Chris. Hoe lang bestaan jullie al? Wel, wij bestaan al meer dan 100 jaar intussen. Wij zijn de Harmonie is in 1914 opgericht. En ja, wij blijven intussen bestaan en ons ding doen. En er blijven veel jongeren meedoen. We zijn intussen met een 50-tal muzikanten, 50 à 60 muzikanten, waarvan er een deel hiermee de kapel mag openen. En daar zijn we heel blij om. Hoe kan het dat jullie zo lang kunnen blijven bestaan? Wel, verjonging doet zijn ding. We hebben geen jeugdharmonie, maar we richten ons wel op de jeugd. Met een muziekcamp voor jongeren, waar dat we elk jaar nieuwe jongeren en vers bloed proberen naartoe mee te krijgen. En de vriendenkring is echt ook echt een vriendengroep. En doordat mensen blijven plakken, jongeren blijven plakken, blijft het verder bestaan en kunnen we verder blijven muziek maken. Ja. Dat is knap. Chris, wat zijn de toekomstplannen voor dit jaar nog? De toekomstplannen voor dit jaar, het eerstvolgende project of het eerstvolgende optreden dat op stapel staat is de paasmis die wij opluisteren in Pius 10. In mei, begin mei, spelen we ons lenteconcert. Daar zullen een aantal muzikanten
van de harmonie, die ook op andere instrumenten dan blaasinstrumenten hun weg weten, als solo-instrument of als begeleidingsinstrument meespelen met de harmonie, bijvoorbeeld op piano en op viool. En in november geven we ons jaarlijkse jaarconcert in het Cultureel Centrum in Berchem. Goed. We zullen met z'n allen aanwezig zijn. Hartelijk dank, Chris. Naast mij staat ondertussen Marleen Merks. U wel bekend van theater en tv. Goedemiddag, Marleen. Goedemiddag. Hoe ben jij eigenlijk bij dit initiatief betrokken? Wel, ik ben een paar maanden geleden gevraagd geweest om gastprogrammator te worden van dit initiatief, dus van de kapel. Ron Cornet is eigenlijk de programmator, hij is daarmee bezig. En weet je, een bekend iemand helpt altijd een beetje. En ja, ik ken Ron nogal goed. En Ron zei, wat zou je ervan vinden om een keer meter te worden van de kapel? En dan ben ik hier komen kijken en ik heb de kapel gezien en ik was direct verkocht. Ik denk, oh, wat mooi. Ik vind sowieso het idee, want ja, uiteindelijk was dat een leegstaand gebouw. Dus om dat dan op te vullen met culturele activiteiten, dat is een zeer goed initiatief. Hè? Ja, het is geweldig. Hè? Het is een heel mooie kapel. Ik zeg het, ik heb al vaak in kapelletjes en kerkjes gespeeld ook. Maar deze ruimte is bijzonder mooi. Ja, kijk, ik kijk er naar uit. Binnen een week of drie speel ik hier zelf ook al. Dus, Wauw. Ja, daarmee, kijkers, luisteraars, daarmee weet u waar u terecht kunt voor Marleen Merks haar optreden. Ja, speel wanneer? 21 en 24 maart speel ik een voorstelling. Die is nu nog in voorbereiding. We moeten daar nog mee in première gaan. Dat is Tussen Zussen. Dat is een voorstelling die ik speel samen met Annemieke Ruiten. Een lach en een traan. En waarschijnlijk kennen jullie vriendinnen. Heel veel Antwerpenaren hebben vriendinnen al gezien, omdat ik jaren geleden heel vaak gespeeld heb. 400 keer. We hebben dat dan een paar jaar later hernomen. En daar kunnen we dus ook mee naar de kapel. Ook twee keer. Ja. Wat houdt uw meterschap eigenlijk in? Wat, Ik ga hier regelmatig komen. Ik ga Ron ook een klein beetje helpen met de programmatie. Oh, omdat ik natuurlijk ook in die wereld zit. Ik speel zelf heel veel theater, maar ik ga ook heel veel naar theater kijken als ik zelf nu moet spelen. Want dat is soms een lastige. En als je zelf veel moet spelen, dat niet vaak genoeg lukt. Maar ik ben wel zo op de hoogte van treilen en zeilen in theater. Dus alles wat ik zie en waarvan ik denk van, goh, dat zou nog iets zijn voor in de kapel, stel ik voor aan Ron. En dan bespreken we dat met elkaar, ook met Sarah. Van wat denkt de prijzen opvragen natuurlijk, wat moet betaalbaar blijven. Dus ja, Ron een beetje assisteren, helpen. Ik ga hier regelmatig zelf komen kijken, praatjes doen met de mensen, iets drinken, een babbeltje doen, voilà. Ja, dat is mijn taak. Hartelijk dank Marleen en veel succes nog. Dankjewel, ik kijk er naar uit. Ja. Welkom iedereen. En, we hadden niet kunnen dromen dat er zoveel mensen zouden zijn. Fantastisch. Dankjewel voor uw belangstelling. Mijn naam is Ron Cornet en ik ben deze namiddag, mag ik op dit heugelijk openingsevent eventjes uw gastheer zijn. Ik hoop dat u ondertussen al hebt kunnen genieten van de Koninklijke Harmonie, de Vriendenkring van Berchem. Van ons mooie en gezellige Berchem. Zegt u zo naast, ik heb een beetje. De Koninklijke Harmonie, de Vriendenkring van Berchem, die is zelfs ouder dan deze kapel. Oh. Gelukkig zijn de muzikanten zo oud niet. Hè? Fantastisch, hè? Zij bestaan sinds 1914. En deze kapel pas in 1920, zoiets. Kijk eens. Ik ga even iets vertellen over mezelf. Ik kom hier eigenlijk van in de buurt. Ja, mijn jeugd heb ik eigenlijk doorgebracht in de buurt van Sint Augustinus, in de Epiblokken. Als jullie dat nog wat kennen, daar ben ik opgegroeid. Maar ik spreek daar net over ons gezellige, mooie Berchem. En wel ja, natuurlijk, want ik woon nu al 15 jaar in Oud-Berchem en ik ben trots om mezelf nu een echte Berchemenaar te noemen. En vandaag ben ik eigenlijk nog fierder, nog trotser.
Want lieve mensen, wat is dit toch een mooi ding waar we nu aan zijn. Wat is de mooie kapel, maar wat is het ook een fantastische zaal geworden. En eigenlijk, eerlijk gezegd, moet ik bekennen dat ik van het volgende niet zoveel ken, maar het schijnt dat onze lieve heer niet inzit met een wondertje of twee, drie. En wel, in deze kapel kennen de mensen van het zorgbedrijf ook iets van mirakels. Ik kan het u verzekeren, want dit is nu letterlijk een pop-up. Je kunt niet geloven in hoe korte tijd dat we de kapel hebben kunnen omvormen tot een prachtige, gezellige zaal. En ja, het was een kapel. Het is er straks nog, deze morgen kwam hier nog iemand binnen die hier een beetje de rood, voorzichtig, schuchter, nog een kruisje wil komen slaan. En ik moest ze teleurstellen. Oh, ik heb ze niet teleurgesteld. Ik heb gezegd, je mag dan altijd gerust blijven doen. Als het open is en je wil er even komen stil zijn, zoals dat je dat misschien gedaan hebt in het verleden, dan zijn we welkom. Maar dit is dus nu een heuse evenementenzaal geworden. En ik kan u verzekeren dat het zorgbedrijf Antwerpen daar heel trots op is. En wie u daar zeker meer over kan vertellen, is Johan de Munck, algemeen directeur van het zorgbedrijf Antwerpen. Bedankt voor de introductie. Welkom iedereen. Op feesten moet er vooral gefeest worden en weinig gebabbeld worden, tenzij bij een glas, dan mag er gebabbeld worden. Ik wil om te beginnen de voorzitter verontschuldigen, Fonse Chateau, die hier niet op tijd kon zijn. En de ondervoorzitter zit samen met hem vast, kunnen hier niet op tijd zijn. Dus mijn excuses dat beide hier niet kunnen zijn. Ik zou hier een hele lange uitleg kunnen doen wat wij in Bergen aan het doen zijn, maar ik denk dat je buiten komt, kijk een keer naar rechts, dan zie je daar een nieuw rusthuis staan. Kijk een keer rond en besef dat de gevel hier zal blijven staan, dat we die gaan renoveren. Als je hierachter zou doorpiepen, dan zie je dat dat niet meer van deze tijd is. En daar zullen wij de komende maanden normaal gezien ook nieuwe services kunnen bouwen. Kijk naar links, daar staat er een rusthuis, dat trap zit goed staan, waar we mensen elke dag goed voor willen zorgen. Maar buiten voor zorgen in een gebouw, moeten we vooral voor mensen zorgen dat die heel plezierig is. Daarom dat we vooral die dienstcentra hebben. Dat zijn gericht op gewoon plezier maken. Ik hoop voor alle duidelijkheid in ons zorgcentrum dat ze ook plezier hebben, maar in een dienstcentrum is dat absoluut ook. En nu ben ik in de eerste plaats vreed content dat we hier met die kapel ook eens iets anders kunnen doen. Constantinopel, dat heeft Turkse praat op een oudere nacht. Iedere vrouw
Constantinopel, Istanbul. Constantinopel, als je haar wil zien. Constantinopel, zal ze wachten in Istanbul. Zelfs old New York was ooit New Amsterdam. Waarom het veranderde, geen idee. Constantinopel, nu is Istanbul, niet Constantinopel. Istanbul, niet Constantinopel, waar Constantinopel deze naam. Dat is buiten de deur in iemand aan. Do-ai, wap-wap, do-ai, wap-wap, do-ai, wap-wap, do. Op een heldere nacht. Do-ai, wap-wap, do-ai, wap-wap, do-ai. Zelfs old New York was ooit New Amsterdam. Waarom het veranderde, geen idee. Meet just like they better away. Drempel terug naar Constantinopel. Je kan niet terug naar Constantinopel. Nu is het Istanbul, Constantinopel. Hoe krijg Constantinopel is een naam. Dat gaat buiten de Turken niemand aan. Dat gaat buiten de Turken niemand aan. Dat gaat buiten de Turken niemand aan. Het volgende liedje, dames en heren, dat moet in het collectief geheugen zitten, denk ik. Het is een, ik weet niet, zijn er hier dames in de zaal of juffrouwen die Sophie heten of Sofietje? Niemand, geen Sofies? Niemand? Ja. Niemand? Ah ja, hier. Ik sta bij horeca. Ja, ja. Eén Sofietje. En hoe is uw naam? Sofietje Emmerings? Ja, ah, goed. Nee, maar laat u gaan. Als je het herkent, ik wil het meezingen. Heel graag, dames en heren. Het is een nummer van John Lyon. Zegt u dat iets? John Lyon? Ah, als je begin het tune kan horen, zullen we wel weten waar het over gaat. Het nummer heet Sofie. Ja, zijn vertrokken, hè? Zij trok aan je met treintje, mijn Sofietje, op een hartstikke dans. Zij was Hollands als een Frans, als een Polen aan de plas. Ik wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen. Iets wat Cupido wel weet, dat ze mij meteen iets deed, meteen iets deed. Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn. Waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooiste is Sophie. In de liefde is zij zeker een genie. Want een meisje als Sofietje is een lettersymfonie. In haar stem hoor ik een liedje, melodietje. Het is een liedje met een lach. Dat ik hoor sinds ik al zag, sinds ik al zag. In Parijs en in Turijn, in Helsinki, de kapel en in Berlijn. Waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooiste is Sophie. In de liefde is zij zeker een genie. Want een meisje als Sophietje is een lettersymfonie. Zie je dat ze dat gekregen? Ja, mogen. Ja. Mee in de
inwijden. Mee inwijden. Ja, dus mee grote spits. Dankjewel daarvoor. Dankjewel voor de uitnodiging. Het is een prachtige zaal ja. eigenlijk. Klinkt goed. Ja. Dus al die lieve gezichten hier, ja. dat doet ons echt plezier. En in ja. deze barre tijden voor de cultuursector, dames en heren, mogen er dubbel vier zijn dat dit initiatief... Ja, absoluut. Fantastisch. En daarom... Ja, en ook fijn dat jullie met zoveel gekomen zijn. Ja. En daarom willen wij eigenlijk het volgende lied aan jullie allemaal opdragen. Aan de mensen die hierachter staan, maar ja. ook vooral voor de mensen hier. Voor jullie. Ja. En waarom? Omdat wij jullie bij allemaal... Jullie, allemaal, maar dan werkelijk. Allemaal. Allemaal. Iedereen. 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 Omdat wij jullie allemaal daar zijn. Heel diep in ons hart te dragen. Dat is echt waar. Deep in mijn hart kan ik nooit boos zijn op jou. Blijf ik je toch altijd trouw. Dat mag je heus wel weten. Is er slechts één, dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij. Zal je dat nooit vergeten? Want jij bent heus niet slecht. Door het leven te gaan, ik heb dan jouw liefde voortaan, diep in mijn hart. Diep in mijn hart, kan ik nooit boos zijn op jou, blijf ik je toch altijd trouw. Is er slechts één, dan ben jij. Jij bent ook alles voor mij. Zal je dat nooit vergeten? Want jij bent heus niet slecht. Wat ook een ander zegt. Liefling, denk toch eens aan, samen door het leven te gaan. Ik heb dan je liefde voortaan, diep in mijn hart. Ja en nee. We zullen zien. We zullen zien. Misschien het voorlaatste. Wat dat we wel nog kunnen zeggen, dames en heren, dat mogen we doen. Hè. Als je dus die jukeboxes in zijn vol ornaat wil horen en zien, want we spelen met 10-koppig orkest. Het is onze vijfde herneming sinds 2000. Als je dat eens in vol ornaat wil zien, met alles erop en eraan, we spelen onze laatste, maar echt onze ultieme laatste jukebox, de 2e mei, denk ik. 2 mei. 2 mei in Roma in Borgraaf. Ja. Prachtige Roma. Kom dat zien. Echt waar. Er zijn nog kaartjes. En we sluiten af. Met eentje dat jullie allemaal kennen. Ja. En ook zeker. Die moesten we echt zingen nu vanmiddag. Dat kan wel eens. Als we beginnen, als je het jullie genoot zijn. We rekenen op jullie voor dit lied. Wat ik wel kan verklappen, het gaat over een stroom. Welke stroom? Welke rivier? Ja, voilà, zeker. Ze hebben niet veel nodig. En het is niet de Neet. De Neet is het niet, en ook niet de Deile. Het is ook niet de Tender, en ook niet de Maas. Nee. De IJzer ook niet. De Oerte ook zeker. Ja, maar blijft er dan nog iets over? De Markt. Er is ook maar één rivier, denk ik, in heel België. Als we het Antwerpse chauvinisme een beetje mogen doen. Het is ook maar één echte stad. Voilà. Nu zijn we begonnen. Ja.
Allee, we zijn vertrokken. De tijd zit erop en we varen naar huis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk morgen maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf. Voordat ik weer terugkom in het land. Nu sta je weer. Zie ik de lichtjes van de Schelde. Dan gaat mijn hart wat sneller staan. Ik weet dat jij op mij zult wachten en dat je aan de kaai zult staan. Zie ik de lichtjes van de Schelde, is of ik in jouw ogen krijg, die zo heel veel liefs vertelt, dan ben ik als een prins zo rijk. Je weet wel, mijn schat, dat ik veel van je hou, dat hoef ik jou niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw, maar toch moet hij altijd weer varen. En heeft soms de zee iets verkeerds met me voor, en krijg ik voor goed averij. Denk dan aan de kinderen en sla je er door, en spreek ze nog dikwijls van mij. Nu is het echt aan u. En als je s'morgens opstaat, ben ik bij. En misschien heb ik al
Dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel. Nog een fijne dag. Tot de volgende keer. Dankjewel.